Oma Brit leest voor. De vader van Kikker. Geïllustreerd door Max Veldhuis en geschreven door Rindert Kromhout in 2016. Ik ken een vader die orgelman is. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat loopt hij met zijn draaiorgel door de straten van de stad in weer en wind. En als hij na zijn werk thuis komt, heeft hij het altijd koud. Zo koud. Ik ken ook een vader die fietsenmaker is. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat plakt hij banden, poetst hij bellen en repareert hij wielen en ventielen. En na zijn werk, als hij thuis komt, is hij moe. Zo moe. Ik ken zelfs een vader die koning is. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat komen de mensen hem om raad vragen. En op alle vragen geeft hij geduldig antwoord. Als hij na zijn werk thuis komt, zijn de antwoorden op en weet hij echt niet meer wat hij tegen de mensen moet zeggen. Want zijn hoofd is dan leeg. Zo leeg. Ik wou dat ik geen koning was, zegt hij soms. Maar mijn eigen vader is tekenaar. Al toen hij klein was, zat hij elke dag met zijn kleurpotloden in zijn kamertje. Hij maakte de ene tekening na de andere, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En toen mijn vader groot was, tekende hij nog steeds. Hij tekende een goedig monster met een lange staart en een glimlach. En een jongen met een blauwe broek en een vlieger die hoog in de lucht op avontuur ging. Het waren mooie tekeningen, maar mijn vader was niet tevreden. Hij tekende een olifant en een krokodil die buren waren en soms ruzie maakten, maar die elkaar ook zo af en toe een cadeautje gaven. Hij tekende een klein mannetje dat op zoek was naar het geluk. Och, was dat een blij klein mannetje. Maar mijn vader dacht, nee, dit is het nog niet helemaal. Hij tekende een visser in een bootje en een net vol vissen in de diepe, wonderlijke blauwe zee. En de orgelman had het zo koud en de fietsenmaker zo moe en de koning wist echt niet meer wat hij tegen de mensen zeggen moest. En toen tekende mijn vader een kikker. Zei hij. En nog een kikker. Misschien, zei mijn vader. En nog meer kikkers. Ja, zei mijn vader. Hoera, riep mijn vader. En hij gaf de kikker vrienden. En hij gaf hem verhalen. Grappige, spannende, droevige verhalen. Nu was mijn vader ook schrijver. En van die verhalen werden boeken gemaakt. En die boeken waren voor de kinderen in het land. Op een avond las de orgelman een kikkerboek voor aan zijn kinderen. Hij las voor over een akelig gevaarlijke overstroming, maar gelukkig kwam alles goed. Kom gauw binnen, riep Haas, hier is het droog. Het was lekker warm binnen. Dankbaar droogden ze zich bij de kachel en ze vertelde Haas hoe het water hun huisje binnenstroomde. Jullie kunnen allemaal hier blijven hoor, zei Haas hartelijk. Er is plaats genoeg voor iedereen. De kinderen kropen dicht tegen de orgelman aan om te luisteren en om naar de prenten te kijken. Toen had de orgelman het niet meer koud. De fietsenmaker las een kikkerboek voor aan zijn dochtertje. En hij las voor over een kikker die bang was, maar getroost werd door zijn vriend Haas. Weet je, zei Haas, iedereen is wel eens bang, dat is heel gewoon. Jij ook? Riep Kikker verbaasd. Ja hoor, ik ook, zei Haas. Daarnet nog. Ik dacht ineens dat jullie er niet meer waren en toen werd ik verschrikkelijk bang. Even was het stil en toen begonnen ze allemaal hard te lachen. Hoe kan dat nou, zei Kikker, we zijn er toch altijd? De fietsenmaker deed het boek dicht, maar zijn dochtertje zei, nog een keer. En toen was de fietsenmaker niet meer moe. De kleine prins las een kikkerboek voor aan de koning. Hij las voor over Kikker, die eerst bedroefd was, maar daarna weer vrolijk. Ineens voelde Kikker zich heel gelukkig en blij.
Haas heeft gelijk, dacht hij. Ik bof dat ik een kikker ben. Ik wil nooit iets anders zijn. En van plezier maakte hij een enorme sprong, zoals alleen een kikker dat kan. Het was net alsof hij vloog. De kikker glimlachte en ineens voelde hij zich heel gelukkig en blij. En hij wist weer wat hij tegen de mensen zeggen moest. Hij deed het raam open en wuifde naar het volk op straat. Is het leven niet prachtig? Riep de koning uit. Ja, iedereen werd gelukkig en blij van de boeken over kikker. Kinderen, grote mensen, in alle landen van de wereld. Tevreden zat mijn vader in zijn kamer. Heerlijk, zei hij, wat geweldig. En mijn vader heet Max Veldhuis. En die kikker, dat ben ik. Ik ben kikker.